Hello, man. How you doing? Alles goed, jong. If you are seeing me for the very first time, my name is comedian Eddie Wise. This is Clay to the World, the only comedian in the whole world living in Holland. Please, brothers and sisters, subscribe to this YouTube channel. If you want to get good information, you want to enjoy yourself in any kind of entertainment, great, man. Go subscribe. Thank you very much. Bezoek direct mijn website www.abdeen.nl en ga direct naar mijn webshop. Hier vind jij de beste Arabische parfums, heerlijke geuren, zowel zoete geuren, frisse geuren en kruidige geuren voor mannen en vrouwen. De beste kwaliteit, de laagste prijzen. Twijfel niet en ga direct naar www.abdeen.nl en bestel daar direct jouw parfum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mijn beste kijkers, welkom allemaal bij mijn nieuwe video. Mijn naam is Abdellatif Aïssa. Ik ben hier vandaag in Rotterdam. Hier ga ik de voorbijgangers de vraag stellen over nieuwjaar. Laten we gewoon starten, inshallah. Bismillah, tawakkalna ala Allah. Nieuwjaar is bijna, het is vandaag 30 december. Morgen of overmorgen, het nieuwjaar wordt gevierd, vuurwerk in de lucht enzovoort. Maar is nieuwjaar vieren een feest voor de moslims? Nee. Oké, nee gewoon. Oké, leg me uit, waarom nee? Er zijn mensen die zeggen, het mag wel. Het is gewoon, ja, het haram. Vuurwerk afstreken. Het hoort niet bij de islam. Vuurwerk afstreken, komen we nog straks op. Het hoort niet bij de islam. Ah, is het een feest van de moslims? Nee. Oké. Ishra yukum. Al-hukm bil-ihtifal al-ra's al-miladi. Het vieren van nieuwjaar in de islam. Wat zegt de islam daarover? Het is gewoon... Hij bent buurman. Het gaat niet doen. Antwoord. Nieuwjaar is gewoon voor... niet voor moslims eigenlijk. Klaar. Galas. Ahsant. Welke mensen willen bewijzen horen? Dalail. Hier in Rotterdam stel ik vragen over nieuwjaar. Ja. Vier jij nieuwjaar? Jawel, maar niet echt met vuurwerk en zo. Klein beetje voor de kinderen alleen een beetje. Ja? Ja. Zelf steken geen vuurwerk en zo? Nu het verboden is, zeg maar. Eerst deden we het nog wel op een paar roetjes en zo, maar nu niet meer echt. Ja. Zeg maar, nu het zeg maar, is verboden, doe je dat ook niet meer. Ja, precies. Wat betekent nieuwjaar voor jou? Ja, eigenlijk een beetje. Ook al blijft het leven doorgaan, toch wel weer steeds een. Begin, zeg maar dat je iets opnieuw kan doen. Ja. Wie vieren het? Christenen. Kijk, daar moet er een grens zijn. Er moet een belletje gaan rinkelen bij de meesten. Maar toch zijn er, mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons allemaal leiden, zijn er bepaalde mensen die vieren het toch. En ze zeggen, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ik getuig dat Allah één is en dat de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam zijn boodschapper is. Maar, zodra het nieuwjaar komt, dan zie je ze meedoen, gaan ze zeggen, gelukkig nieuwjaar, beste wensen, ken je die? Dat is oudere mensen, gelukkig jou en beste. Doen ze dan automatisch mee? Ja. Door alleen te zeggen van gelukkig nieuwjaar? Nee. Jawel. Oh, ja. Weet je waarom? Weet je waarom? Nee. Je weet het niet, hè? Als je zegt gelukkig nieuwjaar, beste wensen, dan ben je eigenlijk tevreden over die feest. En dan doe je automatisch mee, omdat jij eigenlijk erkent dat Jezus geboren is in december. Ja. En ba'd al muslimin yahtafiluna bi ra's as-sana al-miladi. Ra's as-sana al-miladi. Maza qala fi ar-rasul aw hal al-ihtila ihtafala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam ra's al-milad? Ja. Ihtafal? Heeft de profeet sallallahu alayhi wasallam meegedaan met het nieuwjaar van christenen? Nee. Dat heeft hij niet gedaan. Dus dat is niet onze geloofelijk. Mooi. Is haram. Kom even op de camera. Zeg geen, is haram. Is haram, man. Eigenlijk is haram, ja. Eigenlijk 100% haram. Het is niet voor ons, kerst en dat soort dingen. Kerst! Al-kerst! Ramadan, we hebben Eid. We hebben Eid, Adha, Eid al-Fitr. Mogen moslims meedoen aan nieuwjaar volgens jou? Ja, dat is wel. Kijk, ik zelf. Wij vieren Ja. Jij bent zelf gelovig of niet? Thuis hebben we. Ik heb wel zeg maar islam meegekregen en zo. Ja, echt? Ja. Oké, dus jij bent eigenlijk moslima? Ja.
Oké, dat is mooi eigenlijk. Ik wist het niet, maar nu stel ik jou deze vraag, toch? Ik ben niet zo zeker. Ja, weet je, normaal test ik altijd door te zeggen salamu alaikum als iemand terug zegt. Alaikum salam. Ja, dan weet ik, is moslim. Was moslim, alhamdulillah. Mogen moslims überhaupt gelukkig nieuwjaar vieren, bijvoorbeeld? Met buren, dat je met andere woorden vieren door eten samen, vuurwerk afsteken. Mag dat, denk je? Ja, vuurwerk is dan weer ander, maar zeg maar gewoon met mensen samen zijn, dat is ja, voor mij is dat niet echt dat ik dan denk van, oh nee, van mijn geloof mag dit niet, dus ik doe het niet. Het is gewoon, samen zijn is sowieso belangrijk. Ja, maar speciaal op die dag, speciaal op 30, 31 december bijvoorbeeld. Ja, nou, het is wel een feestdag en... Maar is dat een feestdag van de moslims? Nee, dan mag het niet. Maar het is wel... Waarom? De profeet heeft gezegd, wie meedoet met een volk, wie een volk imiteert, behoort eigenlijk tot hun. Het is eigenlijk een feest van een christen. Christelijk. Ja, ze vieren de geboorte van Jezus, 25 december. En het nieuwjaar eindigt 31 december. Dus met andere woorden, het is een feest van de christenen. Dus als je meedoet, dan... Ben je tevreden? Eigenlijk mag dat dan niet, hè? Eigenlijk mag het niet, maar ja, het is ook, ja. Mooi. En is Jezus geboren in december? Nee. Waarom niet? Maar ze is niet in december. Niet in december, maar in? Staat er Jezus in de... Wat zei je? Rabbi al-Owel. Rabbi al-Owel, dat is inderdaad, zijn we voorbij. Rabbi al-Owel, Rabbi al-Tani. Hoeveel maanden heeft de moslim? De islam? Ook 12. Hoe kom je op 15? Allah يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب. Dus 12 maanden. Maar terug op dat. Christenen vieren gelukkig nieuwjaar. En dan zijn we klaar hoor. Christenen vieren gelukkig nieuwjaar. Omdat ze zeggen dat Jezus geboren is in december. En uiteindelijk is die jaar voorbij. En dan komt er 2021. En dan gaan ze er feest van maken. Dus het is een christelijke feest. Ja. Men tashabbaha biqawmin. Wie een volk imiteert, behoort tot? De kerst. Tot hen. Mooi. Maar er zijn moslims die hebben kerstboom thuis en ze gaan vuurwerk afsteken. Vuurwerk, wat? Ook trouwens, vuurwerk. Haram. Ik waren alleen haram, deze hele video. Haram. Oké, mashallah mensen. Het is inderdaad niet toegestaan omdat je meedoet met een christelijke geloof. Christenen geloven in Allah? Nee. Geloven in Mohammed? Nee. Wij doen met geloof van hun. A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim. Kaif? La yu'minuna billah, wala bil yawm al-akhir, wala bil rasul sallallahu alayhi wa sallam, wa tahtafil ma'ahum. Kaif hadha ya ahibba'i? Wat geloof je christelijk? Isa. Isa ibn Allah. Yaquluna Isa ibn Allah. Isa is rasul van Allah. Ja. Wa qalat al-yahud Uzair ibn Allah, wa qalat al-nasara? Masih ibn Allah. A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim. Abdin is gast bij mijn huis vandaag. We gaan inshallah. Lekker eten, speciale jemenis eten, inshallah. Hij is de eerste keer hij gaat eten, inshallah. Echt benieuwd. Inshallah. Jij vindt inshallah... Ik ruik eten, waarom laat je mij wachten hier? We gaan inshallah eten, inshallah. Inshallah. Ishtirak bij de kanaal, subscribe en ook like. Naam, like mensen. Ik heb heerlijk gegeten, alhamdulillah. Ik heb ervan genoten, voor het eerst in mijn leven... Jij mensen eten, gegeten, dat was echt heerlijk. Abdurrahman, vertel mij even alsjeblieft. Wat is het oordeel van het vieren van nieuwjaar? Bismillahirrahmanirrahim. Al-ihtifal bil-maulid bi ra's as-sana al-miladiya huwa aslan la yajuz shar'an li'anna Rasul alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam haydu nit an as-sahaba ok nit an wie is beter, jij bent beter of Rasul hij is beter, ja. Sallallahu alayhi wa sallam is beter, inderdaad. Zo, Rasool heeft nooit gezegd van vier een nieuwjaar. Aisha radiyallahu anha. Okay. Aisha radiyallahu anha heeft, Rasool heeft ook gezegd, man haddatha fi amrina hadha ma laysa minhu, fa huwa rad. Ja. Ad-din, alhamdulillah, klaar. Rasool kammal al-risala. Kammal al-risala. Rasool, Allah subhanahu wa ta'ala, zegt in de Qur'an, al-yawma akmaltu lakum dinakum. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الدين الحمد لله إذن الدين كامل yeah. ما شاء الله الدين is volmaakt maar toch zijn er mensen die zeggen ja ik wil nieuwjaar vieren waarom het is toch gezellig يقول أنا أحب أن أحتفل مع غير المسلمين ولكن أنا لا أقول أنها دين ماذا تقول أوكي إن دينك أفر de mensen zeggen
Hij geeft mij, hij zegt tegen mij gefeliciteerd. Ik zeg tegen hem gefeliciteerd voor. Ja. Ja. Dus iemand Nederlandse persoon zegt tegen jou beste wensen, gelukkig nieuwjaar. Wat zeg je tegen hem dan als moslim zijnde? Ik geloof dit niet eigenlijk. Je gaat gewoon stil zijn. Je kon Jan en Pieter zegt tegen jou, hey Abdelrahman, beste wensen, gelukkig nieuwjaar. En wat zeg jij? Ik zeg. كثير من الناس يقولون أن هم يقولون الكفار يقولون أول الهولنديين يقولون أنا في عيد الفطر عيد مبارك ونحن نقول لهم في عيد رأس السنة نخلق نيويار هذا ما في مشكلة هذا نه أخت بروبليم that's problem yeah that is the problem لأن هذا الرضا لأن هذا ليس الدين أنت أبارك لك لو كان كذا الدين كانوا كفار قريش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم عبد ربنا عبد ربنا يوما ونحن نعبد ربك يوما الدين ليس وما نزل سورة الكافرون yeah الدين ليس بالتكافؤ أنت تقول لي خلق أخ نيويار وأنا أقول لك هبي نيويار أحسن جيد إذا نقول أن هل في المنزل بخربين دتنيت يا يقول الله سبحانه وتعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرامة إذا الزور يفسروا أن الأعياد تشاور نعم we kunnen dus uiteindelijk al deze, dit gesprek kunnen we concluderen dat het dus niet toegestaan is om te vieren met, om een gelukkig nieuwjaar te wensen en omdat het niet ons geloof is, dat is één, maar respect voor hun, houd respect, ligt eraan. Je gaat niet zeggen van nee, ik vind niet, jullie geloven, nee, dat is respect. Respect voor iedereen. قل يا لكم دينكم ولي دين. إذن هذا دينهم ونحن ديننا نحترمكم ولكن لا نجلس معكم مثلا لكي مثل هذه الاحتفالات. حتى ولو بالكلام. يا سلام. أحسنتم. هذا فقط dus zelfs het wensen van gelukkig nieuwjaar is niet toegestaan. Laat staan het samen zijn en het vieren met vuurwerk. Wat is er eigenlijk veel vuurwerk? رأيكم في الفيرورك هل الفيرورك مثلا في السماء فيرورك dat wordt miljoenen geld wordt eraan verspild wat heb je daarover te zeggen عبد الرحمن فيرورك العاب النارية بتاكن فورد مر هذا إسراف ملا يا إسراف بتولد يا لأن يا كوبت فيرورك and you staked استكت الله إن اللخت هذا إسراف ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين أحسنت إن المبذرين الله سبحانه وتعالى زخد القرآن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفور ما شاء الله جزاك الله خير بارك الله فيكم آيات هيلفل دارهم خايك إن شاء الله أسلوتا زوج اللي زي فيتا عبد الرحمن أبي كيفهم ik kan niet laten om Abd al-Rahman niet te laten reciteren. Dus ik moet Abd al-Rahman laten reciteren. En hij gaat inshallah een recitatie doen vanuit een van de Suhar. Wat gaat over het meedoen met christenen en joden. Kort en krachtig. Het wordt vertaald inshallah. Abd al-Rahman, tafaddal. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ما شاء الله حسبك بارك الله فيك نيكس أندرس فرخت ما شاء الله فرختك نيكس تم فن عبد الرحمن زوز ألتايت Wie wilt er niet meer dan Abd al-Rahman horen? Het is een prachtige recitatie. Allahumma barik fiik wa fi qiraatik. Sallallahu an yahfadak. Prachtig gedaan. Prachtige verzen ook. Nou, alhamdulillah. Iktafayna bihada.
Ik wil jullie heel erg bedanken. Ik wil broeder ook bedanken die vandaag gekookt heeft. En ik wil Abdurrahman ook bedanken. En de gast van het huis ook, mashallah, achter de camera. We gaan dit afsluiten. Barakallahu fikum. Ik hoop dat jullie veel van hebben geleerd. Ik hoop dat jullie inshallah hebben inzien dat het vieren van nieuwjaar en kerst niet toegestaan is in de islam. En daar afstand van te nemen. Ik hoop dat jullie deze video ook delen. Ik hoop dat jullie inshallah deze video ook liken en reageren. Laat me weten wat je ervan hebt gevonden. Abdurrahman, laatste woord. Like. Allah is alleen like. Kijk, het is genoeg. Barakallahu fikum. Een reactie ook. Dankjewel, Abdurrahman. Barakallahu.